Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros Wii. Ik verwelkom jullie allemaal op deze laatste video van 2014 die geüpload zal worden. Want zoals iedereen weet is het oudjaarsdag en daarom... Maar goed, eventjes genoeg daarover. Je ziet dus zeg maar dat je daar dus nou twee manieren hebt om dit kasteel in te gaan. Je kunt dus via de schoorsteen als de kerstman... En je kunt via de voordeur, dus laten we gewoon nog steeds via de voordeur gaan. Maar volgens mij kon je alleen maar via de schoorsteen om dus zeg maar de derde Starcoin te krijgen. Batterij! Jeetje, ben je nog niet leeg? Dus, maar dat weet ik niet zeker. Dus, maar dat laat ik jullie zeker weten. Goed, maar... Ook hoi. Ja, zoals ik al zei, in de vorige aflevering mocht je het niet gezien hebben. Ja, mijn excuses daarvoor dan, zou ik even zeggen. Maar kijk eventjes. Maar in de vorige aflevering had ik het er dus over van ja, 2014, wat voor jaar is 2014 geweest? Ik moet zeggen, 2014 is een zeer productief jaar geweest en ook een zeer tof jaar. Ik heb nog, het is lang geleden gewoon dat ik zoveel ideeën echt naar buiten heb kunnen brengen van YouTube. Dat ik echt zeg maar zoveel plezier had en zoveel dingen kon maken wat ik eigenlijk van plan was met YouTube. Want ik was echt heel veel van plan in het begin van 2014. En ik kan wel zeggen dat vrijwel het meeste echt wel tevoorschijn is gekomen zoals dat ik wou. Ik bedoel, wat ik heel erg leuk vond. Ik heb de Toweler leren kennen. De Toweler van The Toweler Gaming. De eerste video die we toen deden, dat was toen mijn eerste Minecraft video ook, die ik toen heb gedaan. Voor de mensen die dat niet weten, ja, dat staat nou... Er komt nou heel eventjes een klein videootje in beeld met een annotatie eromheen. Waar je dus zeg maar kan klikken en dan zie je dus zeg maar de video waar dat we het over hebben. En ja, ik werk nou zoveel samen met de Toweler. En de Toweler die is echt... ja, ik vind zelf persoonlijk dat hij heel goede video's maakt. En ik vind het zo fijn dat wij ook echt zeg maar veel samen zijn gaan werken met YouTube. Want echte multiplayer spellen die vinden jullie ook gewoon leuk om te zien. Zoals Minecraft en af en toe een keer een indie game of de party games die bij hem op zijn kanaal te zien zijn. Ik moet zeggen, ik heb er echt iedere keer heel erg veel plezier mee om die dingen ook echt zo op te nemen. Iedere dag maar weer. Dus dat is... Nou vergeet ik hier te bukken. Dat is zeker een van de dingen waar ik echt heel erg blij mee ben. Totdat dus zeg maar inderdaad zo gegaan is. En hallo, derde munt. Waar zit die tweede? Oh, ik vergeet hier weer te bukken. Die volgers zijn gemeen. Oké, die zit hier nog ergens een secret to everybody. Auw. Zit die daar boven dan? Ik ga zo verder over 2014 jongens. Maar ik weet dat hier... Zit hier dan een ding omhoog? Ergens. Warpipe. Er zit daar een warpipe. Oké. Nee. Er zit daar een warpipe. Fijn. Helemaal wat interesting. Smeen verborgen jullie pilarenbeesten dinges. Oké. Nou, als jullie nou zelf eventjes omhoog gaan. Dan kan ik hier gewoon in. En dan gaan we gewoon verder alsof dat er niks gebeurd is. Nou ja, ik heb heel veel mensen die toch gaan schrijven tot er weer niks... Snippinippie. Poe. Oké, Nee, er staat geen plateau! Ludwig weet wel dat hij feestjes moet geven, hoor. Jongen. Maar goed, om dus proberen eventjes een beetje gewoon ontspanning erin te gooien. Ondanks dat dit dus een heel erg hoog stressvol leveltje is. Oké, ik moet daar dus naartoe. Oké, nee, dat komt goed. Dat komt goed. Als dat ding nou eventjes omhoog wil gaan. Dat kan ik hierheen. Ik zie hier iets. Oké. We zitten goed. En pak hem dan ook. Hoort ze. Brave Mario. Dus, nee, maar de Toweler, dat, ja, zoals ik al zei. Zeker ook met de Mario Kart, dat is altijd hilarisch. En misschien dat ik in 2015 wel een keer eerder ga worden. Ik bedoel, ik vind audio-commentaar en gewoon voor fun vind ik veel leuker als echt alleen maar op te gaan voor te winnen. En dat is een beetje de zin. Dat ding in de blur zit. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld dit jaar ook jullie... Dat vond ik ook heel leuk dat ik daar kon. Ik heb een interview kunnen doen met mijn jeugdheld, Paul van Gorkum. Dat was echt een van mijn jeugdhelden van vroeger. Paul van Gorkum, dat was stemacteur. Voor de mensen die niet weten wie Paul van Gorkum is, nou sowieso kun je op dat videootje even klikken, dan zie je ook een beetje meer. Maar hij is ook zeg maar degene die de baron heeft gespeeld van bij Bassie en Adriaan. Daar kennen de meesten hem eigenlijk wel van. En ik heb die gewoon mogen interviewen. En dat was ook zoiets van, wow, dat zag ik niet aankomen. Nou, ik ben ook met Gregory bij Nintendo binnen geweest. Gregory van Game Pit en ondertussen ook wel een beetje van de team waar we dus zeg maar nou mee samenwerken. Dus ook heel erg belangrijk om dat natuurlijk te weten. En Cam, ik verpest dit nou eens niet. Nou, dan natuurlijk ook niet te vergeten alle Let's Plays die ik wel niet compleet heb. Oh boy, nee. 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 Oké, nou weet je wat? Jij gaat daarop staan, dan ga ik hier wachten totdat jij klaar bent met spinnen. Oh boy, dit is eng. Oh, jij gaat naar het middelste? Goed, dan ga ik weer op je hoofd springen. Laten we het zo makkelijk houden, ja? Daar heb ik geen problemen mee. Jij gaat weer de lucht in, hè? Doei! Doei! Deze was eigenlijk best wel uitdagend, maar best wel makkelijk ook op hetzelfde moment. Geef hier die sleutel, geen lange tijd om langer erop te wachten dus. Maar ja, alle Let's Plays die we gedaan hebben. Skyward Sword hebben we gedaan, de Windweker hebben we gedaan. Mario hebben we heel veel spellen van gedaan. We hebben, ik geloof dat dit jaar ook de Donkey Kong hebben gedaan, dat weet ik niet zeker. Ik weet dat we Tropical Freeze hebben gedaan, ik weet niet zeker of we Donkey Kong ook hebben gedaan. Luigi's Mansion weet ik dat dat vorig jaar was, dus... Want we hebben best wel een paar grote spellen gedaan dit jaar hoor. En we hebben ook de Modern Survival gedaan, die ook heel erg leuk was om te doen. Dus we hebben best wel veel Let's Plays eigenlijk gedaan. Pikmin die is erbij gekomen, dat was best wel een korte Let's Play. Dus ja, ik zit nou een beetje te denken van, we hebben het allemaal wel niet gedaan. Maar jullie support die is ook flink gegroeid in 2014 hoor. En we hebben by the way alle starcoins van wereld 7 niet vergeten, dat is heel belangrijk. Maar jullie support die is ook heel erg belangrijk, want... ja, dat geeft motivatie om verder te gaan met video's. En 2014 ben ik ingegaan met 1200 subscribers, zoals dat heet. Ik noem ze gewoon fans en supporters. En 2014 ga ik uit met bijna het dubbele. Ik bedoel, ik zit bijna op 4... Ja, oké, ik heb bijna nou 2300. Ik noem dat gewoon bijna het dubbele. Kom op, laten we... Ik vind het een behoorlijke increase. En ik dank jullie daar echt heel erg voor. Super erg bedankt daarvoor. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar goed, ik ga gelijk ook verder. Ik blijf me doorranten over tot 2014 een geweldig jaar is geweest. Echt, ik heb zoveel plezier gehad. Ik heb zoveel mensen mogen ontmoeten. First Look was geweldig. En oh mijn god, nee, niet dit level. Alsjeblieft niet dit level. Oh, geef me die vuurbloem. Oh, die zwarte mist is instant dead. Kometen die vallen van de lucht. En die moeten we zo snel mogelijk zien te ontwijken. Omdat we anders doodgaan en alles. En we moeten dus zeg maar 3 starcoins. Er zit hier geen secret ending. En ik blijf maar doorleuteren. Omdat we moeten doorgaan. Er is hier geen tijd. Ze steken nu hier al vuurwerk af. En dit vuurwerk is dodelijk. Oh boy. Wereld 8 is echt gemeen. En dan nog niet eens gemeen. Oké, wel gemeen. Maar echt gemeen. Echt heel gemeen. Die dingen die uit de lucht vallen... zijn moeilijk te voorspellen. En ze breken blokken. Dus op het moment dat je eventjes bij je eigen denkt van... Hé, een power-up die ik kan gebruiken. Nee hoor, dan heb je altijd nog zo'n blok zeg maar die het gewoon kapot maakt voor je. Oké, nou... checkpoint! Zit daar boven niks? Waarom? Of... Oh, dat zorgt ervoor dat je veilig staat op het moment dat je daar dan wil blijven staan. Of zo, weet ik veel. Laten we het daarop houden. Oké, zit hier om. Oh boy, er komen de... Oh, deze plateaus die zinken. Oh, en vuur... Kijk, hè. Poef, zie je daar? En... Huh? Nee. Zelfs zo'n stomme stins. Waarom heb ik zo'n gevoel? Oh, daar hebben we de mist ook al. Zit hier een starcoin? Juist. Dan moeten we even... Oh boy. Die mist die komt er ook steeds sneller bij, hè. Dus we moeten door blijven lopen. We moeten door blijven lopen. Paniek, paniek, paniek van hier tot beginner. Echt. Oké, hier wachten we even. Hier wachten we even. Heel eventjes maar. Niet te lang. Er staat een komeet die op mijn hoofd wil vallen. Oké, oh boy. En spring. Oh, moet ik... Nee, ik weet het. Ik weet het. Ik moet daar overheen. Ik moet daar doorheen. Of overheen. Iets. Oké. Kom op. Kom op. Ik weet het. Die mist is dichtbij. Screw die mist. We lopen gewoon weg hier. Heel weg hier. Oh, god. Oh, ik haat deze stresslevels zo erg. Ik bedoel... ik vind het bij de Toweler, die is nou bezig met Rayman. Die heeft dan ook af en toe wel van die stress... Oh, die stresslevels die zijn zo stresserig. Oh. En ik weet in het weekend gaat er iets komen waar ik al helemaal niet blij mee ben. Ja, ik weet het. Ik zit het al de hele week te promoten. En dat heeft een opbouw van hier tot en met ginder. Maar het is pas in het weekend. Sorry. Dus even kijken. Hebben we nou... Volgens mij is dit ook nog een level die we mogen doen. Ja, dit is ook nog een level die we mogen doen. Eventjes een kleine batterij doorgeven die hier nog eventjes tussen hoort. Dit level is een van de levels waar een secret ending zit. Dus hou er rekening mee. Dank u wel. Voor meer vragen en opmerkingen kunt u altijd recht bij. Hoe krijg ik een komeet of een lavasteen vulkanisch ding tegen me snuffert? Oh ja, dit is met die spinning wheel contraptions. Oh joy, oh joy. Nou ja, gelukkig weet ik hier in ieder geval waar de secret ending zit. Dat is alleen maar goed. Zit daar een secret? Nee, er zit geen secret to everybody. Mooi, dan springen wij weer verder. Ik weet dat hier de secret ending... De secret ending hier nogal best wel vervelend was, aangezien dat hij best wel gemeen was gemaakt met hoe dat je zeg maar moest komen. En dat hij ook heel erg makkelijk over het hoofd is te zien. Het had iets te maken met die spinning wheels, maar dat weet ik niet zeker. Oh, zeker die apotheker. Oké, daar hebben we de Starcoin. Die ga ik eventjes pakken. Het is belangrijk om die mee te nemen. Dus, nee, maar echt 2014, jongens, heel erg bedankt voor de support. 2015 gaat natuurlijk ook weer heel erg veel video's geven. Waar dat we dus, zeg maar, heel erg veel leuke dingen... Ik heb al heel veel video's gepland staan. Die zeker als Let's Play gaan komen. Heel veel zijn er ook gerequest. Ik ga proberen zo ook een request... ja, een requested Let's Play natuurlijk te doen. Omdat dat natuurlijk, ja, die wordt even gevraagd, dus... Voordat jullie nou gaan beginnen met weer, ik weet niet hoeveel requests te sturen, er zijn al heel veel requests gestuurd, dus ja, als je nou een request gaat sturen, ben ik bang dat die dus zeg maar niet de request zou gaan halen voor 2015, omdat, vergeet niet, er zijn heel veel, Starcoin daar trouwens, heel erg sneaky verborgen, maar er zijn dus heel erg veel requests al geweest en er zijn nog heel erg veel Let's Plays op het moment dat ik nog moet Let's Playen, dus genoeg werk voor mij in ieder geval. Oké, zit daar iets? Nee? Ja, daar zit wel wat. Daar zit hier een secret. Volgens mij zit ook al gelijk voor de secret ending, maar dat weet ik niet. Oh boy, volgens mij wel. Het ziet er heel erg secret ending uit. Oh boy. Wat was de point van die pauwblok? Volgens mij ben ik al per ongeluk naar de secret ending gegaan, jongens. Niet dat uitmaakt. Ik bedoel, dan gaan we gewoon het level in. Dan gaan we gewoon voordat we die warpipe ingaan. En dan zie ik jullie daar gewoon weer heel mooi terug. Zoals altijd. Daar doe ik persoonlijk voor. Dus, nou, dit zorgt dus voor een split in de road. Waardoor dat je dus zeg maar een extra level hebt. Volgens mij is dat... Welk level is het eigenlijk? Wil ik even weten welk level dat is. Dat is level 8-7. Nou, daar komen we dus nog even niet. Dat duurt nog wel een jaar voordat we daar zijn. Vond je hem aangezien dat morgen, volgend jaar. Ja. Dus, weet ook niet wat ik zeg af en toe hoor. Ik ben alweer ondertussen al aan het praten en aan het doen en alles. En dat schiet niet echt op. Dus met die warpipe maak ik een knip. Hieronder zat de secret ending. En wij lopen nou dus gewoon hier rechtdoor. Uh-oh. Uh-oh. Oké, ik mag hier niet veilig staan. Ik mag... En hier zit de laatste startpoint. Handig om te weten. Goed, nou, op zich was het dus niet echt veel meer over van dit level. Ik dacht dat er nog een heel stuk achteraan zou zitten, maar dat is helaas dus niet het geval. Maar ja, dat is dus zeg maar de secret ending die daar dus te vinden is. En we komen natuurlijk weer boven op de vlag. Is trouwens niet required, hè, New Super Mario. Ik heb dat nog niet gezegd, maar dat is niet required hier. Dus het is niet echt nodig om bij elke vlag specifiek bovenaan. Hoeft niet per se, dus maak je daar geen zorgen over. Goed, nou, we hebben weer 3 afleveringen gedaan. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarswisseling. En ik hoop jullie natuurlijk morgen, of volgend jaar in dit geval, weer te zien bij de nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros Wii. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten. Nou ja, weet je wat? In plaats van het leukste momentje, laat jouw leukste momentje van 2014 maar weten. Als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. Dus het lijkt me veel leuker. Dus nou, in ieder geval bedankt voor alle support. En ja, tot morgen. Dit was Zeldaplayer20. En alvast de beste wensen. En ik zie jullie in 2015. Doei!